Natasja Vroger heeft een luxe probleem. Ze heeft een tweede auto nodig om vanuit haar riante villa in Blaricum naar de dichtstbijzijnde bakker en slager te rijden. Die zijn namelijk niet op loopafstand, maar op zeven minuten fietsen. En dat is met de vereniging. Vorig jaar was er veel onrust tussen Natasja en René Vroger. Zij wilde plotseling weg uit hun enorme villa die aan de rand van de Gooise Blaricummerheide ligt. Ze wonen daar op een stuk grond van 6000 vierkante meter met een huis van 1200 vierkante meter. Dat is natuurlijk veel te groot voor twee personen. Natasja wilde daarom kleiner en centraler gaan wonen in het hart van Blaricum. Nu wonen ze vlakbij de A1 aan de buitenkant van het dorp. Ze maakten daar een hele heisa van, tot irritatie van René, die zijn vroeger imperium niet wilde opgeven. Maar ja, zij zat elke dag op funda en maakte ook nog afspraken voor bezichtigingen. Toen ze eindelijk haar droomhuis vond in het centrum van Blaricum, trok ze zich toch terug. Hoe kan dat? Wij wonen al sinds 1994 in onze villa in Blaricum en ik had daar twee jaar geleden genoeg van. Ik vond het veel te ruim voor ons samen en wilde iets anders, vertelt ze in de vriendin. Wat wilde Natasja dan? Ik wilde niet alleen minder ruimte, maar ook meer gezelligheid, lekker in het dorp en dicht bij de bakker en slager. Ik had dat helemaal geïdealiseerd. Ik dacht ook dat we dan genoeg hadden aan één auto. Ja, ik ben nogal pragmatisch. Huh? Ze heeft nu dus een extra auto nodig, alleen voor de bakker en de slager. Zijn die zo ver weg dan? De dichtstbijzijnde bakker en slager, tetro en slagerij de Fries, zijn in haar geval niet in Blaricum, maar in Laren. Op zeven minuten fietsen. Misschien is een e-bike een idee, dat is tegenwoordig heel populair onder ouderen. Natasja was trouwens de enige die wilde verhuizen. René wilde dat helemaal niet. De kinderen waren het ook niet eens. Voor hen zijn hier zoveel herinneringen, zij wilden niet dat René en ik hier weggingen. Waarom heeft Natasja zich uiteindelijk bedacht? Toen mijn droomhuis in het dorp te koop stond en ik daar in de tuin zat tijdens een bezichtiging, realiseerde ik me, als René iets te bespreken heeft over de toppers of een ander project dat geheim moet blijven, zou hij dat daar nooit in de tuin kunnen doen. Waarom zou René dat daar dan niet kunnen doen? Je hebt daar overal buren die kunnen meeluisteren. Waar we nu wonen, horen we onze buren niet en zij ons niet. Dat is wel zo prettig aangezien alles voor de toppers altijd bij ons gebeurt. Oh ja, dat is waar. Straks lekt nog uit in welk carnavalspak René dat jaar weer op het podium staat. Nou en. Maar goed, René en Natasja blijven dus met z'n tweeën lekker op hun landgoed van 6000 vierkante meter wonen. En ondertussen programma's over de woningnood maken op televisie. Slim gedaan.